Als we het hebben over sprinten op het ijs, komen we de laatste jaren al snel uit bij Michel Mulder, de regerend Olympisch kampioen op de 500 meter. Maar de afgelopen twee seizoenen loopt het niet lekker bij Michel. Hoewel hij dit seizoen dicht tegen de top aan zit, wist hij zich steeds niet te kwalificeren voor de grote toernooien. En toch kijkt hij met zelfvertrouwen uit naar de laatste kans om wel wat van het seizoen te maken, het NK Sprint in Tialf. Het is alleen nu zoeken naar dat goede gevoel en dat is altijd een beetje lastig om te vinden en ook lastig om te verklaren waar komt het dan vandaan. Maar ja, ik merk dat wel op het ijs, dat het steeds beter gaat. En ja, ik wacht zelf eigenlijk ook op het moment dat het in de wedstrijd weer gaat lukken. En dat ik daar dan weer op door kan bouwen. Het is zo'n technisch lastige sport, waarbij eigenlijk alle details moeten kloppen. En als dat het geval is, dan voelt het goed. En dat is dan waar schaatsers het dan over hebben, hè, met het goede gevoel. En ja, dat is soms lastig uit te leggen. Alleen dat zit hem dan echt in die technische perfectie die je nastreeft. En je merkt gewoon, als je dat niet hebt, dat je minder snelheid maakt en dan is het gevoel dus niet goed. Ik zeg altijd wel eens gekscherend, 500 meter kan ik op de finish kan ik wel zeggen of het onder de 35 was of dat het 35,2 of 35,4 was. Dat verschil merk ik wel. Dan moet ik zeggen dat ik dat dit jaar ietsje lastiger vind en ik wacht eigenlijk op het moment dat ik weer voel hoe het is om onder de 35 te rijden. Tijdens het NK volgende week rijden de sprinters twee keer een 500 en twee keer een 1000 meter. Inzet is natuurlijk de titel. Maar veel belangrijker nog is het laatste ticket voor het WK Sprint. Veel van Mulder's concurrenten zijn vooral sterk op de 500 meter. En dus liggen Michels kansen misschien wel op een goede kilometer. En dan kan het NK wel eens uitdraaien op een broedertwist. En dan kon het wel zo interessant worden dat iemand die de 500 dit jaar goed rijdt, ja. Ronald, dat je concurrent is bij. Ja, zeker. Want Ronald rijdt ook de weken afstand op de 1000 meter. Dus dat geeft aan dat hij hele goede 1000 meter aan het rijden is dit jaar. En dat wordt een van de grootste concurrenten volgende week. Even geen vriendelijke broers. Nee, nu is maar één plek. Ja, daarom. Nee, maar goed, met dat beltje hebben we vaker gehakt en we weten hoe dat is, dus mogen de beste winnen. Volgens het oude gezegde bieden in het verleden behaalde prestaties geen garantie voor de toekomst. Maar voor Michel Mulder zijn die prestaties nu juist een houvast voor het komende toernooi. De klok ligt niet, hè? Ook in trainingen niet. Soms ook niet in een wedstrijd. Dus dat is dan in de afgelopen periode soms wel eens heel erg tegengevallen. Maar ik kon altijd wel de vinger erop leggen waar het dan aan lag. En, ja, wat ik net ook zei, het is eigenlijk wachten op het moment dat het weer helemaal op zijn plek gaat vallen. En dan denk ik dat daar ook weer een snelle tijd uit rolt. En dan heb ik een houvast dat ik aardig wat prijsjes heb gewonnen in de afgelopen jaren. En dat ik, als ik goed rijd, en de tijden zijn echt nog niet heel veel beter geworden dan de tijden die ik toen reed. Dus als ik terugkom op mijn oude niveau, ga ik ook weer meedoen met de beste. En dat is mijn houvast. Ik heb in de afgelopen twee jaar met wat tegenslagen al genoeg dingen over me heen gekregen van die is klaar of die is niet goed genoeg meer. Maar ik heb er gewoon heel veel lol in, het gaat goed. Ik heb zelf het gevoel dat het nog kan, dus ik ga door. Dan is er niemand die me stopt en we gaan kijken of dat gaat lukken. Ik heb zelf het idee dat het nog kan. Zodra ik dat gevoel heb dat ik het niet meer kan, dan zul je mij ook niet meer zien op de baan. Maar zolang ik dat heb, dan blijf ik het gewoon proberen en ik sta er gewoon lekker voor op het moment. Het barenrecord hier is 34-31 en daarvoor was het 34-66. Ik heb hem inmiddels bijna 5 jaar. Hij is nog steeds niet verbeterd, ook niet door een rust die graag vals zou spelen. Dus wat dat betreft heb ik nog steeds vertrouwen dat als ik gewoon op mijn beste niveau weer kom, dat ik mee kan doen voor de beste plekken ter wereld op de 500 meter sowieso. En daarmee ook hopelijk volgende week een goede gooi kan doen naar een WK-plek. En dat moet dan volgende week gebeuren, want een ticket voor het WK Sprint zou voor Michel Mulder na 2 magere seizoenen heel veel goed maken.